Donderdagmorgen was het dan echt zover. Alle verkeer op de waalkade is stopgezet. Met grote freesmachines is men begonnen aan het weghalen van al het asfalt. Asfalt wat we nooit meer gaan zien op de kade. Groen gas zal straks de boventoon voeren. Maar voorlopig is er nog werk aan de winkel: een week of dertig om precies te zijn.